Gehonkbal is een spelvorm van het reguliere honkbal voor kinderen en volwassenen met een lichamelijke dan wel geestelijke beperking, maar waarbij de spelbeleving en het plezier bovenaan staan. We spelen met hele eenvoudige spelregels. We hebben hele simpele uitregels, we hebben hele simpele slagregels. Ze moeten plezier kunnen maken, ze moeten kunnen bewegen en je moet niet gebonden zijn aan allerlei regels. En als je de bal in je handschoen hebt, in een tikje diegene aan is, diegene uit. Als je een punt komt, ben je wel blij. Maar... ja, vooral met de home runs, als iemand een home run loopt, komt iedereen uit de kaart om een high five te geven. We hebben aparte knuppels, dus we werken met plastic. Die hebben we in drie lengtes, rood, geel en blauw. En we hebben twee soorten ballen, 9-inch ballen en 11-inch ballen. En de zijn allebei hele lichte ballen en zacht, dus zacht materiaal. Het is zo dankbaar iets. Ze zijn vrolijk. Je hebt er ook heel dikwijls bij dat we zeggen van vandaag is voor de boksbal. Ga maar even slaan en kom direct maar terug. Ook goed. Maar het is zo dankbaar werk. Het is zo leuk om te doen. Nou, honkbal is echt een teamsport. En je bent verantwoordelijk voor jezelf. En ik kan frustraties erin kwijt. Iemand die voor de eerste keer komt en aan het einde van de training gewoon een bal keihard van een paaltje afslaat. Iemand die nog nooit een bal goed gevangen heeft en dan voor de eerste keer een bal goed vangt. Dat zijn zulke vreugdemomentjes voor die kinderen. En niet alleen voor de kinderen, overigens ook voor de ouders. Maar ook voor mij als trainer een succesmomentje. Want we zijn dan weer een stapje verder. Plezier maken, dat is echt het absoluut belangrijkste. Bewegen is leuk, maar plezier maken is het absoluut het belangrijkste.